Hierbij open ik deze academische zitting waarin Jean Damen het academisch proefschrift getiteld Three-Dimensional Surface Imaging Impactus Excavatum in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Zeker. Geachte prorector, leden van de promotiecommissie, lieve familie, vrienden en collega's, wat een eer dat ik u hier alle vandaag mag ontvangen op dit toch wel voor mij bijzondere moment. En het komende kwartier wil ik u meenemen in hetgeen waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. En dat is het gebruik van 3D-scans bij patiënten met een pectus excavatum. En dat eigenlijk als alternatief voor de huidige diagnostiek waarbij patiënten worden blootgesteld aan de gevaren van röntgenstraling. Ik wil beginnen met een algemene introductie van het ziektebeeld pectus excavatum. En daarna zal ik u meenemen in de resultaten van mijn proefschrift. En als we dan helemaal vooraan beginnen, wat is een pectus excavatum nou precies? Het is in de volksmond ook wel beter bekend als een trechterborst of een schoenmakersborst. Dat is een aangeboren afwijking en het merendeel van de patiënten die wij zien in de spreekkamer zijn kinderen. En wat voor kinderen zijn dat dan? Dat zijn met name lange en slanke jongens. Dus het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Het wordt veroorzaakt door een afwijkende groei van het ribkraakbeen. Daar zijn verschillende theorieën van, maar alle leiden ze uiteindelijk tot een indeuking van de voorste borstwand. Een situatie eigenlijk waarbij het borstbeen als het ware naar achteren toe staat. Nou, wat geeft zo'n trechterborst dan voor een klachten? Die zijn eigenlijk tweeledig. Enerzijds zijn er de psychosociale klachten, die met name worden veroorzaakt door de uiterlijke kenmerken van zo'n trechterborst. En waar klagen patiënten dan over? Dat is een verstoord lichaamsbeeld, verminderd zelfvertrouwen. En wat we ook vaak in de spreekkamer horen, is dat patiënten klagen over schaamte bij sociale situaties waar ze hun bovenlichaam moeten ontkleden, zoals op het strand of tijdens het gymmen. Anderzijds worden de klachten veroorzaakt door lichamelijke klachten en eigenlijk met name door verdrukking van het hart. Dat is niet iets wat van gisteren op vandaag gebeurt, dat is een geleidelijk proces. En daar zal ik u kort in meenemen. Als u naar de afbeelding kijkt, ziet u aan de rechterkant twee dwarsdoorsneden van de borstkas, waarbij we als het ware van onder kijken. In het grijs ziet u de longen, in het blauw het borstbeen, in het rood het hart en in het oranje de ruggenwervels. En de bovenste situatie is een patiënt met een trechterborst en de onderste situatie een patiënt zonder een trechterborst. En als u naar de bovenste afbeelding kijkt, dan ziet u dat het hart niet een mooie bolronde vorm heeft en dat hier sprake is van de verdrukking van het hart. Nou, wat geeft dat dan voor een klachten? Dat zijn klachten zoals pijn op de borst, hartkloppingen. En wat we ook vaak in de spreekkamer horen is een verhaal van inspanningsintolerantie. Dat betekent dat patiënten als het ware niet meekomen met hun leeftijdsgenoten. Ik noem maar iets tijdens het hardlopen of tijdens het voetballen of andere sporten. Als we dan eigenlijk een hele stap voorwaarts maken, wat is nou de behandeling van zo'n trechterborst? En eigenlijk de meest bewezen behandeling is een operatieve behandeling. En dan hebben we het over de NUS-procedure, dat is de meest geaccepteerde behandeling. Dan zal ik u kort in meenemen met een animatie wat dat nou precies is. Dus hier ligt de patiënt op zijn of haar rug. We maken aan weerszijde van de borstkas maken we een snee. En dan brengen we eigenlijk een metalen beugel in achter het borstbeen. Die beugel draaien we om de trechterborst op te heffen of de borstkas als het ware uit te deuken. En ondanks dat dat dan op basis van de animatie een relatief simpele operatie lijkt, is het wel ook een operatie waar risico's aan vastzitten. En is het ook belangrijk om de juiste patiënten selecteren welke ook baat gaat hebben bij een dergelijke operatie. Kijken we dan naar Nederland, maar ook naar de rest van de wereld, dan zijn er eigenlijk geen richtlijnen die ons kunnen helpen om de juiste patiënten te selecteren. Wel zijn er in de literatuur over de jaren heen meerdere factoren en criteria beschreven die ons daarin kunnen helpen. En er zijn eigenlijk twee belangrijke pijlers in die u best even mag onthouden. En dat is verdrukking van het hart en een aantal objectieve metingen, zoals de Haller-index en de correctie-index. Die ga ik u zo meteen uitleggen. En als we dan kijken, wat gebeurt er met de patiënten voordat wij ze in de spreekkamer zien? Eerst gaan de patiënten allemaal langs de medisch fotograaf. Dan wordt er eigenlijk uit verschillende hoeken meerdere foto's van de trechterborst gemaakt. Eigenlijk om deze vast te leggen. En wat de medisch fotograaf alsnog doet, is zoals u in de middelste kolom bovenaan kunt zien, is eigenlijk met de hand de uitwendige diepte van de trechterborst bepalen. Aanvullend wordt er ook nog een iets specialere opname gemaakt en dat is een rasteropname, zoals u aan de rechterkant kunt zien. En die wordt gemaakt om als het ware een 3D-beeld met diepte van de trechterborst te creëren. Nadat de patiënten bij de medisch fotograaf zijn geweest, gaan ze langs de radiologieafdeling.
daar wordt of een röntgenfoto gemaakt of een CT-scan. En een röntgenfoto wordt in twee richtingen gemaakt, zoals je aan de linkerkant kunt zien. Dus daar ziet u een foto van de voorkant en een foto van de zijkant. Aan de rechterkant ziet u een CT-scan en dat is een dwarsdoorsnede van de borstkas. En juist dat verschil zit er met name in de leeftijd. Dus bij patiënten jonger dan 18 jaar maken we een röntgenfoto, 18 jaar of ouder een CT-scan. En dat doen we eigenlijk omdat we juist de jongere patiënten willen beschermen tegen de gevaren van röntgenstraling. En die zijn lager bij een röntgenfoto. En omdat u natuurlijk niet alle deze foto's dagelijks ziet, zal ik u daar kort in meenemen wat we daar nou precies zien. En als we aan de linkerkant beginnen, ziet u in het groen de ribben, in het rood het hart. En als we naar de middelste foto gaan, de zijwaartse opname, de zijwaartse röntgenfoto, dan ziet u links de ruggenwervels in het oranje. Nogmaals in het rood het hart en in het blauw het borstbeen. En dezelfde structuren kunt u aan de rechterkant zien op de dwarsdoorsnede van de CT-scan. Waarbij het goed is om te benoemen, maar ook te zien dat er, als we naar het hart kijken in het rood, dat daar sprake is van hartverdrukking. Dat kunnen we zien doordat het hart een soort van C-vorm of bananenvorm heeft, in plaats van die bolronde vorm waar we het eerder over hadden. Nou, waar gebruiken we dan die röntgenfoto en die CT-scan alsnog voor? En dat is voor het bepalen van de Haller-index. Dat is een van de objectieve maten waar we het over hadden. En die wordt gebruikt om te kijken of patiënten een reden hebben voor een operatie. Eigenlijk als deel van de grotere beslissing om te kiezen voor een operatie. Die Haller-index die wordt berekend door de breedte van de borstkas, aangegeven met A in de linkerafbeelding, te delen door de voor-achterwaartse afstand tussen het borstbeen en de ruggenwervel. Is die waarde groter of gelijk aan 3,25, zeggen we, dat is een reden voor een operatie, maar wel meegenomen in het grotere geheel. Nog zo'n waarde die mee wordt genomen in het grotere geheel is de correctieindex. Dat is een wat moeilijkere maat, maar die bepaalt eigenlijk het percentage van de borstkas dat je moet corrigeren om een normale stand van je borstwand te krijgen. En die normale stand die is aangegeven met de rode lijnen. Is die waarde groter of gelijk aan 28%, zeggen we ook, dat is een reden voor een operatie, maar niet op zichzelf staand, maar wederom meegenomen in de grotere beslissing. Maar wat is nou eigenlijk het probleem met die röntgenfoto's en die CT-scans? Is eigenlijk zodat we de patiënten blootstellen aan de gevaren van röntgenstraling. Nou, wat is dat gevaar dan? Dat is met name het risico op het ontwikkelen van kanker. Laat het nou ook net zo zijn dat het overgrote gedeelte van de trechterborstpatiënten kinderen zijn en dat risico op het ontwikkelen van kanker groter bij kinderen dan bij volwassenen. Simpelweg omdat kinderen nog langer leven dan volwassenen. En dat heeft ons in het Zuiderland eigenlijk aan het denken gezegd. Hoe kunnen we dat nu beter maken? Dus dan komen we ook meteen bij het doel van het proefschrift. We hebben de hele huidige diagnostiek willen vervangen door een 3D-scan. Zo'n 3D-scan wordt gemaakt met een 3D-scanner zoals je aan de linkerkant kunt zien. Die bestaat uit minimaal twee camera's, waarbij we eigenlijk met behulp van het principe van triangulatie ook de diepte kunnen bepalen. Loop je met zo'n scanner om de patiënt heen, krijg je een 3D-scan zoals je aan de rechterkant kunt zien. Wat wel belangrijk is om te noemen bij zo'n 3D-scan is dat het alleen maar informatie bevat over de buitenkant van de borstkas. Dus we kunnen de Haller-index niet bepalen, de correctie-index niet bepalen, maar ook niet kijken of er sprake is van verdrukking van het hart. En eigenlijk om die 3D-scans te kunnen introduceren in onze kliniek, zijn we begonnen met een literatuuronderzoek. Om gewoon eens te kijken, wat weten we nou van 3D-scans en waar moeten we beginnen? Dus uit dat literatuuronderzoek kwam naar voren dat er relatief weinig studies waren. Er is weinig over geschreven, ongeveer maar een vijftal studies, dat is erg weinig, met maximaal 70 trechterborstpatiënten in totaal. Wel zagen we dat er een overeenkomst was tussen de Haller-index en een alternatieve maat gemeten op de 3D-scans, de uitwendige Haller-index. En wat ik verder uit dat literatuuronderzoek naar voren heb gehaald, zijn eigenlijk de vervolgstappen om te zorgen dat we die 3D-scans kunnen introduceren in de kliniek. Dus wat is nodig? Het ontwikkelen van een beeldvormingsprotocol. Hoe maken we die scans nou? Hoe geschikt zijn die scans? Zijn ze nauwkeurig? Zijn ze reproduceerbaar? En tot slot hebben we nog gekeken naar alternatieve metingen voor de Haller-index en de correctie-index. En gekeken of we de verdrukking van het hart kunnen voorspellen op basis van een 3D-scan. En die laatste twee zijn eigenlijk nodig, nogmaals, omdat we niet in de borstkas kunnen kijken met een 3D-scan. Als we dan kijken naar het protocol dat we ontwikkeld hebben, vragen we de patiënten om rechtop te staan met de handen achter het hoofd. Met name om de hele borstkas te kunnen zien. Daarbij vragen we ook de patiënt om zijn of haar adem in te houden. Want dat is eigenlijk een vergelijkbare situatie zoals ook bij de röntgenfoto of de CT-scan. Dan lopen we met de scanner om de patiënt heen en zoals u ziet heb je dan in enkele seconden een volledige 3D-scan. Wat ik bij dat hoofdstuk
ook nog onderzocht heb, is de medisch fotograaf bepaalt nu natuurlijk met de hand de uitwendige diepte van het trechterbos. En hebben we gekeken of dat ook op automatische wijze kan op basis van een 3D-scan zoals je aan de rechterkant ziet. En dat bleek haalbaar. En op de 3D-scan wordt de uitwendige diepte aangegeven met de rode stip zoals je kunt zien. Vervolgens hebben we gekeken hoe geschikt zijn die 3D-scanners nou. Dus wat ik gedaan heb, zijn 3 3D-scanners vergeleken, waarvan de Einscan Pro en de Arctic Leo eigenlijk 2 draagbare scanners zijn. En die hebben we ook nog vergeleken met de 3DMD. Dat wordt eigenlijk gezien als de gouden standaard scanner. Die bestaat uit meerdere camera's die op verschillende posities zijn gepositioneerd, waardoor je in 1,5 seconde een volledige 3D-scan kunt maken. En wat er uit dat onderzoek naar voren kwam, is dat zowel de Arctic Leo als de 3DMD eigenlijk nauwkeurige scanners zijn. En alle 3 de scanners reproduceerbaar. Dat betekent dat bij 2 opeenvolgende foto's die je maakt, of in ieder geval scans moet ik zeggen, dat die vergelijkbaar zijn. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Arctic Leo, met name omdat het een draagbare scanner is en we die dus ook bijvoorbeeld op de operatiekamer kunnen gebruiken, maar ook omdat die nog zelfs net iets beter presteerde dan de 3DMD, met name op basis van de nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid. Tot slot hebben we, zoals al eerder gezegd, nog gekeken naar alternatieve metingen en of we de verdrukking van het hart kunnen voorspellen. En als we dan als eerst kijken naar die alternatieve metingen, ziet u eerst op deze dia aan de linkerkant nogmaals de Haller-index berekend op de CT-scan en aan de rechterkant de correctie-index zoals we die nu nog bepalen. En daarbij hebben we alternatieve maten bedacht die we op de 3D-scan kunnen berekenen. Zoals je aan de linkerkant kunt zien de uitwendige Haller-index en aan de rechterkant de uitwendige correctie-index. En als we dan kijken naar die uitwendige Haller-index, dan kwam daar naar voren dat hij een positief voorspellende waarde had van 90%. Dat betekent dat in 90% van de patiënten waarbij er een reden was voor een operatie op basis van de 3D-scan, dit ook zo bleek te zijn op basis van de CT-scan. Vergelijkbare resultaten hebben we gevonden met de uitwendige correctie-index, met een positief voorspellende waarde van 86%. Betekenend dat 86% van de patiënten die een indicatie hadden voor een operatie op basis van de 3D-scan, dit ook hadden op basis van de CT-scan. Daarna hebben we nog gekeken, kunnen we nou die verdrukking van het hart die we net zo mooi zagen op de CT-scan voorspellen met behulp van een 3D-foto. Daarbij hebben we gekeken naar verschillende uiterlijke kenmerken van de trechterbos, zoals je aan de rechterkant kunt zien. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld naar de uitwendige diepte, zoals met de rode stip aangegeven, naar de hoogte van de trechterbos en het volume. En daar kwam eigenlijk naar voren dat de uitwendige diepte, maar ook de voorachterwaartse afstand, voorspellend juist waren voor de verdrukking van het hart. Juist zo goed dat als we beide voorspellers in een model vatten, dat deze een positief voorspellende waarde had van 100%. Dat betekent, in alle gevallen waarbij het model voorspelde dat er sprake was van verdrukking van het hart, bleek dit ook zo te zijn op basis van een CT-scan. En dat brengt mij eigenlijk tot de belangrijkste conclusies van mijn proefschrift. En dat is dat 3D-scans bij een trechterborst eigenlijk de patiënt niet meer blootstellen aan de gevaren van röntgenstraling, waaronder het ontwikkelen van kanker, dat het een nauwkeurige en reproduceerbare methode is en dat juist die 3D-scans ook kunnen helpen bij het beslissen of een patiënt een reden heeft voor een operatie door het gebruik van alternatieve metingen zoals de uitwendige Haller-index en de uitwendige correctie-index, maar ook door het kunnen voorspellen van de verdrukking van het hart. Dan wil ik u alle graag bedanken voor uw aandacht en het woord teruggeven aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal worden geopend door professor Stassen, hoogleraar gastrointestinale chirurgie in het bijzonder opleidingen en onderwijs aan deze instelling. Professor Stassen was voorzitter van de beoordelingscommissie. Dank u wel voor het verlenen van het woord en de gelegenheid om te opponeren. Geachte kandidaat, gefeliciteerd met dit fraaie proefschrift. Mooi, praktisch en niet het enige in de afgelopen 2 jaar dat verschenen is over dit onderwerp. Er is nog een bijna even dik proefschrift 1 jaar geleden verschenen van een van uw co-promotoren. En dat suggereert ook meteen dat er ontzettend veel onderzoek gebeurt, ieder jaar een heel proefschrift op dit onderwerp. En als ik dan ook kijk naar wat u gepresteerd heeft, niet alleen op dit onderwerp, ook andere onderwerpen, dat is heel veel onderzoek in uw jonge jaren tot nu toe. Dan denk ik dat we hier met iemand te maken hebben die niet zomaar ophoudt met het doen van onderzoek. En dat heeft te maken met een vraag die ik aan u wil stellen. Een vrij algemene vraag.
U heeft het voor elkaar gekregen, u beiden, uw co-promotor en u zelf, om deze twee proefschriften en het onderzoek te doen in de perifere praktijk. U heeft daar op een of andere manier middelen voor gevonden om dat te doen, om uzelf vrij te spelen, om anderen vrij te spelen, de tijd en het geld ervoor te vinden. Hoe gaan we nu met dit onderwerp verder? En nou noem ik maar eens even een geldschieter in Nederland, pak een beet ZonMW en maar eens even een bepaald programma, het doelmatigheidsprogramma. Dat is er zo een waar best een hoop geld uitkomt. En dan kijk ik even naar waar we het nou eigenlijk over hebben. En dan vooral focuste u, zei het net ook in inleiding, op het besparen van stralingsschade en de schade dus die daaruit voortkomt. En dan zegt u dat door al die straling er mensen kanker kunnen krijgen in een solide orgaan of leukemie. En in Nederland gaan we, wanneer we dat niet meer doen, jaarlijks 1 patiënt dat besparen. In Amerika zijn het er 17, het zijn er veel meer. Maar ZonMW is een instantie die focust op de impact, op de doelmatigheid. En dan gaat het om kosten, dan gaat het om de effectiviteit van de behandeling, maar ook om de omvang van het probleem. Dan zou je kunnen denken, dan wordt het een probleem om daar geld voor te krijgen. Ja, hoe ziet u dat? En gebruikt u daarbij ook eens uw kennis als technisch geneeskundige? Want misschien heeft u al een veel wijdere blik dan ik nu zo even schets. Hoe staat het met de toekomst van de funding van uw onderzoek? Hooggeleerde opponent, dank voor uw vriendelijke woorden en voor uw vraag. Als we kijken, dan klopt het inderdaad hè, dat als we ook naar de studies kijken en je past die getallen toe op de populatie van trichterbospatiënten in Nederland, dan klopt het dat als je de getallen zou volgen, dat je in principe maar 1 patiënt die een solide kanker of een leukemie ontwikkelt door röntgenstraling bij een trichterborst zou voorkomen. Maar ik denk dat daar wel een fundamenteel probleem zit en dat is dat die studies proberen te voorspellen hoeveel patiënten uiteindelijk een kanker ontwikkelen van een, ik noem maar, een CT-scan in hun jongere jaren. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Ik wil misschien wel de vergelijking trekken naar alle patiënten die wij zien op de spoedeisende hulp met een appendicitis. Die jongeren zijn dan 18 jaar, dan maken we overal een MRI. Dus ik denk dat het wel degelijk belangrijk is om juist die röntgenstraling bij alle patiënten te voorkomen. En als we dan kijken naar de funding, dan is dat denk ik wel een belangrijk onderdeel dat we de röntgenstraling willen voorkomen. Het is natuurlijk niet zo'n sterk punt om te zeggen we voorkomen maar 1 kanker, ben ik helemaal met u eens. Maar ik denk dat het gebruik van 3D-scans niet alleen is om dingen te voorkomen zoals kanker, maar dat het veel breder toegepast kan worden. We kunnen het gebruiken bij de follow-up van patiënten. We hoeven ze niet herhaaldelijk bloot te stellen aan röntgenstraling. We kunnen het gebruiken om juist pectus excavatum, de trechterborst, wat toch wel een moeilijk begrip is waar we eigenlijk niet zo goed van kunnen vatten, wat is nou een trechterborst en wat niet, dat we juist die vertalingsslag kunnen maken door die, op basis van die 3D-scans objectieve metingen te doen. Zo hebben we ook nog het gebruik van 3D-scans, zijn we recent mee begonnen om juist te kunnen voorspellen hoe het postoperatief resultaat bij patiënten gaat worden als we een 3D-scan maken. Dus ik denk dat het legio aan mogelijkheden veel groter is dan juist het voorkomen van die ene kanker. In het kader van doelmatigheid en doelmatige zorg hebben we een aantal jaar geleden ook een zakkaartje geïntroduceerd in een totaal ander project hoor, maar waarin voor talloze onderzoeken die we doen er een gemiddelde prijs in Nederland aan verbonden is. Zou u mij al kunnen zeggen, als we nou uw techniek in het zakkaartje verwerken, wat een zo'n 3D-scan kost voor een patiënt? En dan bent u daarin meegerekend die het ding vasthoudt, dat ding zelf ook. Wat voor prijs hangt eraan? Nou, als we naar de 3D-scanner kijken die wij hebben gebruikt, dan was dat een redelijk prijzige 3D-scanner, ongeveer 30.000 euro met het hele pakket. Maar ik denk eigenlijk dat we zo'n 3D-scanner niet eens nodig hebben. Want de borstkas is een relatief simpele geometrie, dus die moet je ook relatief simpel kunnen vastleggen. En toevallig van collega van Huisteer het Hager ziekenhuis heb ik vorige week nog een foto gekregen met een appje. Die kan zelfs al met de nieuwste iPhone kunnen we al 3D-scans maken van patiënten. En dat ziet er eigenlijk al heel netjes uit. En dan hebben we het over, ja, een iPhone, wat kost dat? 1500 euro? Ja, en daarmee wilde u, heeft u ook iets gezegd over dat we zelfs daarmee teleconferentie of videoconferentie kunnen doen en polykliniekbezoeken kunnen besparen. En toen ging uw technisch geneeskundig hart wel heel erg snel. En daar ga ik op een ander moment met u verder over praten. En dan geef ik nu graag het woord terug aan de rector, de pro-rector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Morshuis, hoogleraar cardiothoracale heelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij waarderen ten zeerste uw aanwezigheid bij deze academische plechtigheid.
Dank u wel, meneer de rector. Ja, ik wil u ook van harte feliciteren met dit vrije proefschrift en ook met uw imposante carrière tot nu toe. En ik wil ook de collega's uit Heerlen van harte feliciteren met weer een bijzondere bijdrage aan de wetenschap. Ik heb me ook 30 jaar bezig gehouden met deze dankbare chirurgie. En ik stel het dus op prijs om met u van gedachten te wisselen. En als ik naar de illustratie kijk op de omslag van een proefschrift, dan zie ik een grote vergelijkenis met de afbeelding die ik zelf gekozen heb, met een soort rasterafbeelding om iets van de ernst te impliceren. En als ik nu wat verder kijk naar die afbeelding aan de voorkant van die proefschrift, dan valt me eigenlijk op dat uw kraakbeentjes wel heel erg lang zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit zeg maar dat ik deze lengte kraakbeentjes in mijn handen heb gehad. Maar misschien heb u daar wat mee willen suggereren. Want wat vertelt u nou eigenlijk aan de patiënt op uw spreekuur van hoe deze afwijking nou eigenlijk is ontstaan? Hooggeleerde opponent, dank voor uw vriendelijke woorden. En u ook gefeliciteerd met uw imposante carrière. Als we eigenlijk in de spreekkamer hoe het uitleggen hoe het ontstaan, wat ik al een beetje in het begin probeerde toe te lichten, daar zijn verschillende theorieën over. En eigenlijk hebben we tot op vandaag daar nog niet echt een vinger op kunnen leggen. Enerzijds wordt er beschreven dat ongeveer 4 op de 10 patiënten dat daar een familiaire predispositie in zit, dat een eerste graads familielid ook een trechterborst heeft, of juist de andere variant, een kippenborst. En als we kijken naar de ontstaanswijze, dan is daar gezocht naar verschillende genetische linken. Die zijn nooit direct gelinkt. En zijn er verschillende theorieën. Zoals u misschien net zelf een beetje impliceert, het overgroeien van het ribkraakbeen. Andere studies hebben weer gekeken naar juist een verminderde groei van het ribkraakbeen. Andere juist alleen naar chondrocytafwijkingen, waardoor je een biomechanische zwakte krijgt. En het eerlijke antwoord is eigenlijk, we weten niet zo goed hoe dat nu precies ontstaat. We weten dat het vooral voorkomt, dat een aangeboren afwijking is en vooral kinderen betreft. Maar ongeveer in 1/3 van de gevallen zie je ook juist dat het weer erger wordt hoe ouder dat de patiënten worden. Dus het eerlijke antwoord is, we weten het niet zo goed. Nee, daarom heb ik mezelf graag vastgehouden aan de overgroei van het ribkraakbeen als oorzaak. Maakt eigenlijk ook niet zo vreselijk veel uit, want dat brengt mij naar de volgende vraag. Is dat, je bent nou jaren bezig geweest met het onderwerp. En hoe belangrijk is het nou eigenlijk om die ernst van de afwijking te kwantificeren? De patiënt heeft een triage ondergaan van zichzelf, van zijn familie, zijn ouders, van de huisarts, van een specialist die dat voor de eerste keer ziet en dus verwijst naar een andere specialist. Hij krijgt informatie, dan trieert hij nog eens een keertje zelf en dan maakt hij een besluit. Hebben we al deze beeldvorming wel nodig? Ik volstond eigenlijk altijd, zeker bij de jeugdigen, met een thoraxfoto voorachterwaarts en dwars om grove pathologie uit te sluiten. Heb ik daarmee verkeerd gedaan? Ik denk dat u weinig verkeerd heeft gedaan, laten we zo beginnen. maar ik denk wat het moeilijke is van een trechterborst, is dat het een afwijking is inderdaad die je kunt zien. En wat je vaak merkt in dit land en ook in de kliniek, is dat het vaak een timmermansoog is. De chirurg maakt de inschatting. En wat we ook in het proefschrift hebben gekeken is, we hebben meerdere ervaren pectuschirurgen ook meermaals een trechterborst laten beoordelen. En daarin kwam eigenlijk naar voren dat we dat eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen. Zelfs nee, maar dan ga je uit voor de chirurg en mijn vraag is, moet je niet veel meer uitgaan van datgene wat de patiënt aan je vraagt bij een zichtbare afwijking? Want ja, ook lichte afwijkingen opereren we toch ook, zeg maar, als de patiënt daar heftige pijnklachten aan heeft en een hele lange medische gang al heeft gelopen. Eens, maar we willen juist ook die vertaalslag maken om het juist te kunnen standaardiseren. Kijk, als u dadelijk met pensioen gaat op uw respectabele leeftijd, dan willen we ook zorgen dat uw nalatenschap juist goed die indicatie kan stellen. Ja, nou, en dat laatste is al gebeurd, dus daar hoef ik mij niet meer bezig te houden. Maar als de patiënt bij je zit, is het waarmee je hem uiteindelijk overtuigt of enthousiast maakt voor een operatie, is, vind ik altijd een tekening. Dat is één ding, maar wat doorslaggevend was, waren de foto's pre- en postoperatief. En dat brengt me naar mijn laatste vraag. U hebt nu de beschikking over dergelijke kostbare apparatuur. Is het niet interessant om zeg maar ook pre- en postoperatieve studies te doen, zodat je ook daarmee de patiënt kunt informeren? Ja, dus
idealiter laten we ook die 3D-scans zien in de spreekkamer. Hè? Met name ook voor de operatie, om de patiënt ook meer bewust te worden van wat speelt er nu. Maar het resultaat. En vervolgens wat collega Korens ook al gedaan heeft in een recente studie, is op basis van die 3D-scans juist al in de spreekkamer preoperatief kunnen voorspellen hoe het er daarna uit komt te zien. Want wat we vaak ook zien na de NUS-procedures, met name dat er een prominente kraakbeenring is, waardoor patiënten niet altijd direct tevreden zijn met hun resultaat. Dus daar kun je ze al op voorbereiden. En met name ook postoperatief kun je dat meenemen. En wat we zelfs ook al doen is, bij patiënten waar de NUS-bar verwijderd weer wordt, heb je toch vaak ook een verhaal van het idee van inzakking, toch weer het idee van een recidief. En dat zijn we nu met name aan het objectiveren. Hoeveel zakt het borstbeen terug als je de NUS-bar verwijdert? En zijn de klachten die patiënten dan aangeven, zijn die reëel? Kunnen we die objectief meten? Dus daar zit nog veel meer aan de 3D-scan. Zeker. Dus nog voldoende grond voor verder onderzoek. Zeker. Ik neem genoegen met deze antwoord en geef graag. Dankjewel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Robben, hoogleraar medische beeldvormend onderwijs aan deze instelling. Professor Robben was lid van de beoordelingscommissie en is secretaris van deze promotiecommissie. Dank u wel, geachte promovendus. Uiteraard ook gepromoveerd en dat geldt ook voor uw promotieteam. Heel mooi werk en ik ben geïmponeerd ook door de encyclopedie van uw andere publicaties. Visueel onderwerp, dat spreekt mij aan als radioloog. Het is jammer van de kleurenplaatjes, want u weet radiologen houden van grijstinten, maar dat is u vergeven. Ik heb ook naar de voorkant gekeken, zelfs naar de binnenkant. En daar zie ik al de eerste fout. En niet alleen het kraakbeen, maar de letters zijn driedimensioneel. Heel aardig. Maar het is een pectus carinatum vorm en niet een excavatum. Ik had eigenlijk verwacht bij uw proefschrift dat de letters verzonken zouden zijn. Maar goed, het is u vergeven, want het gaat per slot van rekening om de inhoud. Bijna bij elk artikel schrijft u adapted from. En dan noemt u het artikel of het tijdschrift waar het in geschreven is. Dan denk ik altijd, dat is interessant, want hij was het niet eens met de reviewers. Hij heeft zijn eigen versie in het proefschrift geschreven. En in de publicatie heeft hij natuurlijk gedaan wat de reviewers wilden. Nou kan ik bij geen enkel proefschrift het verschil vinden tussen wat er in het boekje staat en wat er uiteindelijk gepubliceerd is. Wat is uw definitie van adapted from? Dat heeft mij echt veel tijd gekost. Hooggeleerde opponent, ook u dank voor uw vriendelijke woorden. En ik moet toegeven, hetgeen wat in het proefschrift staat, in ieder geval het lijfelijke proefschrift, zijn eigenlijk precies dezelfde artikels als ze peer-reviewed en ook gepubliceerd zijn. Want dit is met name om mezelf een beetje in te dekken als er fout in zit. Nou, ik heb zelfs gezien ook de kleine spelfoutjes die erin zitten, die zijn meegenomen. Dus dat goed, maar in uw volgende proefschrift hoeft u dat niet meer te doen. Het zal er ook niet van komen, denk ik. Ik wil wel even doorgaan op mijn buurman die net even sprak over de stralingsbelasting. Ik wil even een lans breken voor de radioloog, want ik ben natuurlijk radioloog. Weet u wat de achtergrondstraling in Nederland is? 2,9 millisievert. Ja, dat is 2 millisievert. Ik rond er dan af naar beneden. Wij zitten hier allemaal in een stralendouche. Wij realiseren ons dat niet. Weet u de dosis van een röntgenfoto van de thorax, een voorachterwaartse foto? Minder dan een millisievert. Ja, dat is 0,09 millisievert. Weet u de achtergrondstraling in Frankrijk? Durf ik u van Nederland wel, maar van Frankrijk niet te zeggen. Dat is 4 millisievert. Als je een beetje stralofobisch bent, dan durf je niet naar Frankrijk. Daar is hoeveelheid straling 2 keer zoveel. En 100 keer zoveel als een thoraxfoto. Dus dat valt wel mee. Met die CT heeft u helemaal gelijk. Maar kent u de begrip ultra-low-dose CT? Zeker. Ja, dat zijn CT's en die kunnen we maken ongeveer met de dosis van een thoraxfoto. En een slechte CT is nog altijd beter dan een goede thoraxfoto. Dus ik geef het overweging mee om niet zo hard meer af te geven op de dosis dan u in uw proefschrift doet. Want het valt wel mee. En ook die 0,2% increased lifetime risk. 50% van ons zal doodgaan aan een tumor. Die 0,2%, ach, dat is niet zoveel. Ik ben het wel helemaal met u eens. As low as reasonably achievable. Zo weinig mogelijk straling. Maar het heeft wel een nut en wij krijgen in zijn algemeenheid meer straling van de omgeving dan van simpel röntgenonderzoek. Dan kom ik nog bij de volgende vraag, want er is mij nog wat tijd gegeven. Oh ja, in hoofdstuk 4, dan beschrijft u verschillende 3D surfacing imaging systemen met elkaar. En u rechtvaardigt het gebruik van normale proefpersonen. Dus u gebruikt patiënten zonder pectus. En terwijl uw proefschrift over pectus gaat.
En in de discussie gebruikt u daar best veel woorden voor om het gebruik van normale proefpersonen te rechtvaardigen. Dan denk ik al, daar is iets niet pluis. Want u theoretiseert dat datgene wat u gevonden heeft bij normale personen, dat u dat kunt extrapoleren naar eigenlijk alle vormanomalieën van de thorax. Maar is het juist niet de verdienste van de wetenschap dat elke theorie getoetst moet worden en niet zomaar klakkeloos theoretisch model mag worden aangenomen? Dat ben ik helemaal met u eens. En u had de kans gehad in hoofdstuk 3 om pectuspatiënten te vergelijken, want die had u toen wel in overvloed. Ben ik helemaal met u eens. Idealiter hadden we natuurlijk patiënten gebruikt met een trechterbos voor het onderzoek. Dat heeft meerdere redenen. Het is één een logistieke reden. Met name omdat de 3DMD-scanner in het Radboud stond. En we verschillende scanners vanuit verschillende ziekenhuizen hebben gebruikt. Anderzijds kun je denk ik heel theoretisch gezien ook afvragen of het überhaupt nodig is. Een trechterborst zie je van de buitenkant. De enige reden waardoor je zou kunnen zeggen dat we niet normale patiënten zouden kunnen gebruiken, is dat als je een hele diepe trechterborst hebt waar je als het ware niet in kunt kijken. Dus een 3D-scanner kan niet in een koker kijken, een hele kleine oppervlakte. Nou, de meeste trechterborstpatiënten die ik in mijn jonge carrière tot nu toe heb gezien, en dan kijk ik ook een beetje om mij heen, zijn nooit de hele diepe trechterborsten waar je eigenlijk niet in kunt kijken. Dat bestaat niet. En ik wil het misschien zelfs nog andersom zeggen, dat het juist moeilijker is geweest om juist bij die gezonde patiënten, want die waren relatief gezien ook wat ouder, die 3D-scans te maken. Want de 3D-scans worden met name gemaakt met behulp van gestructureerd licht. En wat is nou daar met name moeilijk bij, is dat als patiënten haren hebben. Dus vandaar dat we ook de vrouwen vragen om hun haren op te steken. En dan zaten best wat mannen bij met borsthaar. Ik heb dat niet zoveel, maar die mannen hadden dat meer. Bespaar me de details. En daar had de 3D-scanner het toch wel moeilijk, omdat dat artefacten geeft. Dus als het dan juist daar lukt, zou je ze kunnen zeggen dat het juist bij die jongere jongens waar we het over hebben, die lange, dunne, slanke jongens, dan zou dat geen probleem moeten zijn. Nee, maar we dwalen af. Het idee blijft natuurlijk, elke theorie moet getoetst worden middels een experiment. Daar kunnen we niet omheen. Maar ik ben tevreden met uw antwoord. Ik geef graag het woord terug aan de voorzitter. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Slump, hoogleraar signalen en systemen en medical imaging aan de Universiteit van Twente. Professor Slump was ook lid van de beoordelingscommissie. En ook voor u hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze academische plechtigheid. Dank u wel, meneer de rector. Geachte kandidaat, ook voor u van mijn kant felicitaties voor het fraaie proefschrift, het onderzoek en ook voor uw promotieteam. Ik wil ook even aansluiten bij hoofdstuk 4. U vergelijkt daar drie imaging systemen om de buitenkant zeg maar, van de patiëntenthorax af te beelden. Het valt mij op dat u dat op een behoorlijk klinische manier doet. U vergelijkt namelijk drie systemen en daar wil ik het eigenlijk even met u over hebben. Dan moet er gemeten worden de afstand eigenlijk tussen twee punten en op de zoveel patiënten worden het op anatomische landmarks neergezet en dat moet gemeten worden. Ja, het lijkt een beetje op of u een auto wil kopen en nog niet weet wat u wil hebben. Dus maar een end laat rijden of zo. Kijken of ze de eindstreep halen en dan kiest u zeg maar de beste. Maar dat doet u niet helemaal, want op bladzijde 76 kiest u een arbitrary clinical acceptable limit. En dat is 1 millimeter. Nou, over dat arbitrarily, daar wil ik eigenlijk met u even van gedachten wisselen. Ten meer daar u ook iets verder op zegt dat die scanners all but the true accuracy of the Einstein Pro were considered clinical acceptable. Ja, daar kietelt u zichzelf natuurlijk een beetje, hè? Want die scanners doen wat en u kiest de maat. En dan zegt u, oh ja, ze voldoen wel, behalve die ene een beetje niet. Had u dat niet anders kunnen doen? Een oogleden open en dank voor uw vriendelijke woorden en voor uw vraag. Ik ben het met u eens dat het afkapwaarde van 1 mm is zeker arbitrair gekozen. Daar hebben we in het team overlegd. Maar het is denk ik heel moeilijk om vast te leggen wat is nou acceptabel. Is dat 1 mm, 5 mm? Vinden we een centimeter acceptabel? En misschien dat je dan nog wel zelfs een stap verder moet kijken. Wat vinden we acceptabel als we juist met behulp van die 3D-scanners patiënten gaan selecteren voor een operatie?
ook daar het eerlijke antwoord is, we weten het eigenlijk niet zo goed. Wat nu nog acceptabel is, 5 millimeter, 1 centimeter. En toen hebben we eigenlijk een onderling overleg gekozen voor 1 millimeter. Nou, en u mag van mij aannemen dat dat wel voor het onderzoek gebeurt. Ik denk dat u dat toch wel iets beter had kunnen doen. Want zelfs een gammacamera had die afstand wel kunnen meten, hè, met die hele grove pixels. Die 1 millimeter, u zou het ook kunnen vertalen, ja, welk oplossend vermogen heeft eigenlijk de scanner die ik zit te vergelijken. En ja, u bent natuurlijk een beetje door mij gepest in het tweede jaar. In elk geval wat er is blijven hangen is dat uw afkeer voor röntgenstraling, want dat was het topic natuurlijk, dat is goed ingeland, heb ik. Maar zoiets als een oplossend vermogen van een imaging systeem, dat zou natuurlijk hier ook wel hebben kunnen werken. Ja, helemaal met u eens. Idealiter, als we de studie nog een keer zouden doen, zouden we dat zeker meenemen. De scanners zijn wel ook door de fabrikant zelf natuurlijk ook gevalideerd. En dat is met name wel voor industrieel gebruik, dus dat valt volledig buiten de patiëntencategorie. En als we dan kijken naar de Artec Leo die wij zelf hebben gebruikt, dan is dat oplossend vermogen ongeveer 0,5 millimeter. Ja, u noemt dat ook de gold standard, hè? Ja. Maar sloeg dat nou meer op de prijs of op nou het gebruik voor uw toepassing? Nee, dus de gouden standaard hebben we 3DMD-systeem genoemd, wat in het Radboud UMC staat. En dat is eigenlijk met name vanuit de MKA-chirurgie geldt dat als de gouden standaard scanner. Vandaar dat we die ook mee hebben genomen in de vergelijking. Ja, maar nou als ik nu denk aan de toekomst en u wil meewerken aan die droom, hè, dat u hebt de buitenkant van de patiënt gescand en u wil dan eigenlijk voorspellen wat de mogelijke operatieuitkomst zou kunnen zijn. Wat hebt u dan nodig voor oplossend vermogen? Hele goede vraag. Zou ik niet kunnen durven zeggen wat we daarvoor nodig hebben? 1 millimeter? Arbitrair gekozen, goed. Nou, dan is er nog iets werk te doen, maar ik geef het woord weer terug aan meneer de rector. Dank u wel. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Dompeling, hoogleraar kinderlongziekte aan deze instelling. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de kandidaat, van harte gefeliciteerd met uw degelijke onderzoekswerk en een heel mooi proefschrift, denk ik, waar veel mooie hoofdstukken in zitten. Speciaal woord ook van lof, denk ik, voor hoofdstuk 5. U heel degelijk ook een studie bij een substantieel aantal patiënten hebt gedaan en mooie statistische methoden hebt gebruikt. Maar daar gaat mijn vraag niet over. Ik wil graag met u misschien eerst een praktische vraag beantwoorden. We zien tegenwoordig natuurlijk in de kliniek en ook daarbuiten steeds meer kinderen of volwassenen, patiënten met overgewicht of obesitas. En ik kan me voorstellen dat dat toch wel invloed heeft op de mate waarin uw nieuwe techniek van 3D-imaging bruikbaar is. En de nieuwe mate van de Haller-index die u daarmee ontwerpt. Kunt u daar iets over zeggen? Ik ben er weinig over tegengekomen in uw proefschrift. Maar misschien kunt u het nu toelichten. Hooggeleerde opponent, ook dank u voor uw woorden en uw vraag. Als we inderdaad kijken naar Nederland, en dat probleem dat benoemt u heel duidelijk, is dat we met name ook bij de jongere kinderen steeds meer obesitas zien. En dat is wel een van de problemen van het gebruik van 3D-scans. Dat als we met name patiënten met obesitas, dan de benige structuur, zo moet ik het zeggen, die relateren minder makkelijk met de huid en met het weefsel. Dus is het ook moeilijker om bijvoorbeeld de verdrukking van het hart te voorspellen of de uitwendige Haller-index en de correctie-index. Dus dan hebben we toch weer die CT of die röntgenfoto weer nodig. Hoe bent u daar in het onderzoek mee omgesprongen? Nou, ik denk dat in het onderzoek redelijk makkelijk is geweest, omdat eigenlijk het overgrote gedeelte van de patiënten met een trechterbos zijn gewoon lange, slanke of dunne jongens. Dus daar komt dat probleem niet voor. Ze hebben gemiddeld gezien een relatief laag BMI. En een andere groep waarbij je problemen zou kunnen verwachten is met name ook vrouwen in een adolescentie door borstvorming, waardoor je dus ook moeilijker deze mate kunt meten. Maar ik denk wel dat we het misschien andersom moeten zien, dat we juist die techniek wel in 95% van de patiënten kunnen toepassen. En voor die 5% zullen we dan toch misschien weer moeten relateren naar de oude methode. Of juist in de toekomst, en daar hebben we nu nog te weinig patiënten voor, die modellen valideren ook voor de patiënten met obesitas, de vrouwen, om zo uiteindelijk ook die techniek bij die patiënten te kunnen toepassen. Ja, dus het zou dus kunnen zijn dat patiënten met overgewicht of obesitas die correlatie tussen de
nieuwe Haller-index, die externe, toch wat lager is bij obese patiënten dan bij niet-zien. Ja, dat verwachten we in ieder geval wel, maar dat hebben we nog niet kunnen aantonen dat dat zo is. Ik wil graag met u verder kijken naar hoofdstuk 3. En waarbij de relatieonderzoek tussen de conventionele fotografie en 3D imaging in 18 patiënten met een pectus excavatum. En eigenlijk heb ik daar een beetje methodologische, statistische vraag over. Want u hebt dat gedaan met interclass correlation coefficients. Eigenlijk een vrij grove maat om naar overeenkomst te kijken. En ja, die is eigenlijk best wel acceptabel, 0,97. Dan denk je van nou, gaat eigenlijk best wel goed. Maar als we dan kijken naar figuur 5 op pagina 64, dan blijkt eigenlijk dat er toch nog wel wat variatie rondom uw regressielijn zit. En ik vroeg me dan ook even af, eigenlijk in dit soort stukken waarbij methodes met elkaar worden vergeleken, wordt meestal een Bland-Altman plot worden gebruikt, waarbij je veel beter ook die variatie kunt zien. In uw grafiek lijkt het een beetje 6 tot 8 mm te zijn, wat best wel een aardige variatie is. Dus eigenlijk ben ik het niet helemaal eens met u, de stelligheid waarmee u zegt dat die technieken dus wederzijds uitwisselbaar zijn vanwege de beperkte steekproefomvang, eigenlijk 18 patiënten, en ook de, ja, de variatie eigenlijk om die regressielijn. Dus kunt u toelichten of u het met me eens bent of en waarom u geen Bland-Altman plots hebt gebruikt? Zeker. Nou, ik ben in de basis ben ik geen statisticus, dus dat het is voor mij wat moeilijker, maar ik denk als je kijkt naar de gemiddelde waarde van de metingen die gedaan zijn door de medische fotograaf, waarbij we wel meteen moeten benoemen dat dat ook metingen met de hand zijn. Dus waarbij het moeilijk is dat als je die metingen twee keer doet en je drukt als het ware de schuifmaat wat meer in de trechterbos, dat daar al best wat variatie in zit. Vergelijk je dat met de metingen van de 3D-scan, dan zijn die wel reproduceerbaar. Maar als we naar de gemiddelde metingen kijken, dan verschillen die eigenlijk niet zoveel, iets meer dan een millimeter. Daar zal zeker wat meetvariatie in zitten, maar het is denk ik met name een proof of concept studie dat we het ook kunnen meten met de 3D-scan. En dan komen we denk ik ook een beetje op het eerdere punt terug. Wat vinden we nou klinisch acceptabel? Dat is misschien wel de tweede vraag die je dan moet stellen. Vinden we die 6 tot 8 mm die u noemt, vinden we dat nog klinisch acceptabel als dat verschilt? Nou ja, het kan wel, als u daar erg aan hangt als afkapmaat voor wel of niet chirurgie, kan dat voor mensen natuurlijk toch wel betekenis hebben. Dus ik denk, ik zou gevoelsmatig zeggen, die 6 mm vind ik te veel. En die 1 mm is misschien iets te nauwkeurig. Misschien ligt de waarheid er iets tussenin. Ja, we kijken met name ook, hè. Het is niet dat we die 6 of de uitwendige diepte per se gebruiken om te bepalen of een patiënt een reden heeft voor een operatie. Maar het is juist om voor de operatie die meting te doen en de patiënt eigenlijk de trend te zien over de tijd. Dus zo hard gebruiken we niet als een reden voor operatie. Dus daarmee. Ja. Dank u wel voor uw antwoord. Ik ga nog één hele korte vraag stellen. Ik kan nauwelijks de neiging onderdrukken om met u in discussie te gaan over stelling 7, maar dat doe ik dan toch maar na de borrel. Tenminste als dokter die bezig is met medische vernieuwingen. Ik denk dat we een leuke discussie over zouden kunnen hebben, maar dat stel ik uit. Ik wil nog een korte vraag stellen over die implementatie van de technologie. Want ik denk dat is heel goed nieuws voor het Zuiderland dat dit werkt. En dat betekent dus dat je flink kunt besparen op de CT-scans en de thoraxfoto's. Want ja, dat apparaat van 30.000 euro staat er toch al. Dus ik vraag me even af, hoe gaat u nu verder met de implementatie? Gaat u alleen door met die 3D-techniek of blijft u toch thoraxfoto's maken en CT-scans? Hoe ziet u dat voor je? En wat is uw advies richting andere centra? Ja, dus op dit moment zitten we eigenlijk nog in een overgangsfase, dus we doen beide nog. Dat is denk ik ook een fase wat relatief fijn voor ons is, omdat we natuurlijk nu veel data nog steeds verkrijgen om daar onderzoek mee te doen. Maar hoe ik dat voor me zie is eigenlijk dat we alleen nog maar de 3D-scans gaan gebruiken. En ik denk het belangrijkste voor elk centrum wat het wil gaan introduceren. Kijk, daar gaat natuurlijk iets weggepakt worden bij de radioloog. Maar wie gaat dan die 3D-scans maken? Ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt. Het belangrijkste is dat je een dedicated team hebt die daar gedreven is, die daarin vooruit wil. En of uiteindelijk de radioloog die scans gaat beoordelen, of de thoraxchirurgen, of de medisch fotograaf dat volledig doet. Dat hangt er echt met name vanaf wie vooruit wil. En als je kijkt naar hoeveel belasting... Dank u wel voor uw antwoord. Ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter De Jong, kinderchirurg aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ook voor u hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid. Dank voor de mogelijkheid te mogen opponeren. Als chirurg die ook regelmatig dit soort operaties uitvoert, probeer ik het vooral een beetje ook praktisch te houden. En ik wil je ook als eerst feliciteren natuurlijk met het prachtige boekje. Het mooie, al eerder genoemde 3D-voorkant.
En als ik er dan verder bladert, kom je al bij heel snel op bladzijde 4, viel mij op, jouw prachtige naam, Jean Hubertus Theresia. En Theresia, ik heb iets met namen, dat heeft iets met warmte of zomer te maken. En er zijn ook mensen die zeggen dat het meer uit het met oogsten of jagen te maken heeft. Maar die warmte, ja, die kom ik wel tegen. Want aan het eind van het boekje, nog nooit gezien, 9 bladzijden dankwoord. Nou, die warmte die zit er wel in bij jou. Goed, ik ben hier niet gekomen om een heel loftrompetje over jou af te steken, maar om jouw proefschrift kritisch te beoordelen. En wat mij triggerde was stelling 5, hoofdstuk 7. Dus de chirurgen, 5 verschillende chirurgen, die foto's voor en na beoordelen. En 1 week later deden ze dat nog een keertje om de intra-observervariabiliteit te kunnen vaststellen. En wat mij triggerde, en ik vond het een soort mysterie, dat was dat er 1 grote iemand uit de boot viel. En dat was observer E. En observer E, ik heb die namen zitten bekijken. En Nederland is een klein land, dus we kennen de dokters die daar allemaal zitten. En ik vroeg me heel sterk af, of u erop antwoorden moet, dat moet u zelf weten. Wie was observer E? Want je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Je ziet 4 mannen tegen 1 vrouw. Is dat het verschil? Je ziet 4 Nederlanders tegen 1 Belg. Is dat het verschil? En je ziet 4 eind-dertiger, veertigers versus een nu gepensioneerde cardiothoracaal chirurg. En als dat zo is, maar dat kom ik in het hele hoofdstuk niet tegen, dan zou het wel eens te maken mee kunnen hebben dat die meneer met 20 jaar meer ervaring misschien meer gelijk had dan die anderen die uit de boot vielen en het met elkaar eens waren. Dus mijn vraag is, wat verstaat u onder ervaring? Als we eerst op de naam Theresia verder gaan, dat komt van mijn oma, dat is wel leuk om te benoemen, komt niet van de warmte. En als we dan meteen verder gaan over observer E, kan ik vertellen dat hij zichzelf nog 30 voelt, maar iets ouder al is. En hij in deze zaal zit, en meer kan ik u daar niet over vertellen. Maar we zagen in ieder geval geen verschil, als je dat zo kijkt, tussen de ervaring en de uiteindelijke resultaten. Want qua ervaring zat observer E in het midden. Het is een prachtig hoofdstuk geworden, maar wat zegt nou uiteindelijk dat verschil? Dat je verschil met, er wordt uiteindelijk een draai gemaakt naar, dat zou inconsequenties kunnen hebben voor de work-up. Maar collega Morshuis noemde het net al. Wat bepaalt nou uiteindelijk, als de mensen zich bij het Zuiderland aanmelden, wij maken nooit bijna een CT-scan. Wij hebben zo'n 3D-apparaat staan, dat is veel te veel werk. Dus wat bepaalt nou uiteindelijk, wie bepaalt dat? Is dat de chirurg? Is dat een embryo? Is dat de 3D-man? Ja, dat is denk ik wel ook wat u aangeeft. Hè. In het ene ziekenhuis maken we CT's, in de andere maken we 3D-scans. En dat die variabiliteit zie je eigenlijk hetzelfde bij de chirurgen. Dat als een patiënt naar de ene chirurg gaat, dat er wel in principe een reden is voor een operatie en bij de andere chirurg niet. En met name wat dat hoofdstuk ook wil aangeven, is dat we toch die vertaalslag moeten maken van hoe kunnen we zorgen dat we elke patiënt op dezelfde manier behandelen. En in het Zuiderland doen we zelfs ook al een multidisciplinaire poli, waarbij ook de kinderlongarts, kindercardioloog of een cardioloog zit, om dat zo breed mogelijk aan te pakken, dat probleem. Maar uiteindelijk de beslissing om wel of niet te opereren hangt toch nog wel vaak af van de chirurg. En zoals u kunt zien, ja, is dat toch wel een probleem dat bij de ene chirurg je wel een reden hebt voor een operatie, bij de andere niet. En met name bij die trechterbospatiënten die toch al vaak van het kastje naar de muur toegestuurd worden, vanuit de huisarts komen met onbegrepen klachten. Juist bij die patiënten moeten we toch echt zorgen voor duidelijkheid. Dank u voor uw antwoord. Dan heb ik nog 1 klein punt. En dat is, het is altijd goed om bij een oppositie ook naar de nieuwere literatuur te kijken. Er komt geloof ik straks nog meer vragen over nieuwe literatuur. Maar wat mij opviel was een nieuwer stuk wat u ook al meegepubliceerd hebt als tweede auteur, wat binnenkort in de Annals of Thoracic Surgery verschijnt. Wat uitgevoerd is, een vragenlijst, een Delphi-onderzoek naar de CEWIG, dus een internationale thoraxgroep, waar zowel mensen uit alle continenten aan meegewerkt hebben, dat er uitkwam dat de Haller-index eigenlijk geen consensus over is. Viel u dat niet een beetje tegen? Nou ja, er is wel 80% bijna overeenkomst over dat het psychische discomfort, en dat is wat ik net probeer te zeggen, als die patiënt bij mij komt, ik heb er last van, dan zet ik hem op de lijst. Nou, eerlijk gezegd viel mij dat eigenlijk helemaal niet tegen. Daar ben ik eigenlijk heel blij om. Want de Haller-index is, als je het, en dat komt ook in een van mijn stellingen terug, best wel een obsolete maat. Als je kijkt, hij is in 1987 ooit een keer uitgevonden door meneer Haller. Met toch wel, ja. Maar uw onderzoek wat u
het hele boekje mee gevuld heeft, zou een vervanger moeten zijn om zo'n gradiënt te bepalen. Hè? Dus, maar dan met uitwendige dingen. Dus is dat ook dan iets obsoleet? Nee, kijk, en ondanks dat we zeggen dan we gebruiken de Haller-index liever niet, is het wel eigenlijk echt een van de enige maten die we in de literatuur hebben en ook echt door alle peer reviewers continu gevraagd wordt om ook maar enige mate van ernst aan te kunnen geven bij die trechterborstpatiënten. Dus in die zin, in onderzoek en als je iets wil opzetten, kom je er simpelweg gewoon niet omheen. Maar eerlijk is eerlijk, gebruiken we hem in de kliniek gewoon eigenlijk liever niet. Van de andere kant is er recent ook weer een stuk vanuit de NHS gepubliceerd, waar eerst de funding voor de NUS-procedurebehandeling van een trechterborst teruggetrokken is. En die nu heel stellig zeggen, we vergoeden het weer voor een deel van de patiënten, maar een van de belangrijkste redenen is toch weer die Haller-index met een waarde groter dan 3,25. Dus we kunnen er simpelweg gewoon niet omheen. Dank voor het antwoord. Ik geef het woord terug aan de voorzitter. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter Segers, cardiothoracaal chirurg aan deze instelling. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de promovendus. Ik zou graag een aantal dingen met u uitwisselen over hoofdstuk 3. Daarvoor te beginnen wil ik u graag natuurlijk feliciteren met het behalen van deze dag. Ook de felicitatie aan uw promotieteam. En ik neem u even mee naar hoofdstuk 3 dus. En daarom schrijft u uw 3D beeldvormingsprotocol. Maar u vraagt eraan de patiënt om rechtop te gaan staan met de handen achter zijn hoofd. Meestal schouders vooruit. Maar u weet ook dat de psychosociale impact van een pectus excavatum heel groot is. En dat zijn vaak patiënten die voorovergebogen zijn, schouders naar voren, voorovergebogen zoals gezegd. Is dat wel een goede weerspiegeling van de individuele patiënt als u deze scans op deze manier maakt? Dat is mijn eerste vraag. Zeer geleerde opponent, ook u dank voor uw vriendelijke woorden. En ik denk dat we met name de 3D-scans eigenlijk niet, in ieder geval tot op de dag van vandaag, niet gebruiken om te kijken juist naar die psychosociale impact van de klachten. Maar met name om de trechterborst vast te leggen, te kunnen gebruiken voor toekomstig gebruik, objectieve metingen te kunnen doen. En in de toekomst, ben ik het met u eens, zou het idealiter zouden we de psychosociale klachten ergens ook kunnen linken aan de objectieve maten. En dan klopt het inderdaad dat patiënten meer met hun schouder naar voren staan, een beetje voorover gebukt. Maar als je dat bij alle patiënten consequent doet, dan denk ik dat je daar geen onrecht aan doet. En kun je dan ook de follow-up van die patiënten goed vergelijken? Want een van de voordelen van de 3D-scan die u omschrijft, is dat je dan die follow-up kunt verzorgen dat ook de impact van de operatie voor de patiënten visueel wordt gemaakt. Maar zij zullen dan ook hun houding moeten aanpassen. Daar zelfs mensen die fysiotherapie en dat soort technieken zijn daarvoor om ook die houding aan te werken. Ja. Is dat die follow-up, is dat dan wel voldoende met een 3D-scan? Ja, en ik denk met name dat we onderscheid moeten maken hoe we de 3D-scans gebruiken voor de follow-up. Ik denk niet dat we de 3D-scans moeten gebruiken voor de follow-up van psychosociale klachten. Daar moeten we gewoon vragenlijsten voor gebruiken en de mening van de patiënt. Ik denk dat we daar niet de 3D-scan voor moeten gebruiken. Daar hebben we betere instrumenten voor. Ik zou je graag nog even meenemen naar een beetje een toekomstvisie. De 3D-scans die u pretendeert als voordeel te hebben, worden nu ook gebruikt als voor 3D-printing in andere medische specialismen, vooral chirurgische specialismen, zoals in de plastische chirurgie, maar ook in de kinderchirurgie. Hoe ziet u die 3D-printing in uw pectus excavatum groep terugkomen? Wat zouden daar de voordelen van kunnen zijn? Als we daarover mogen filosoferen, op dit moment gebruiken we 3D-printing eigenlijk nog weinig. Het is wel een hele populaire techniek. Iedereen wil het eigenlijk toepassen. Het moeilijke van 3D-printen is dat we het veel doen in de medische wereld, omdat het hot and happening is. Maar eigenlijk hebben we nooit bewezen wat nu de toegevoegde waarde van 3D-printing is. Hetzelfde heb ik ook in uw groep gedaan bij de cardiothoracale chirurgie in de Maastrichtse. En daar wordt het heel veel gebruikt en hebben we ook eigenlijk maar mondjesmaat kunnen bewijzen wat nu de toegevoegde waarde van 3D-printing is. Wel zou je het bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij trechterborstpatiënten om modellen van hun borstkast te printen om als het ware meer awareness te krijgen. En idealiter zou je het ook in de toekomst kunnen gebruiken om je operatie meer te plannen. Hoeveel beugels heb ik nodig? Hoe krijgen we de beste correctie? Dus daar zijn denk ik wel legio van mogelijkheden, maar we moeten wel continu proberen om ook de toegevoegde waarde daarvan, in plaats van meer middelen uit te geven, eerst bewijzen, denk ik. Maar u zegt zelf ook al eerder dat het toch niet een operatietechniek is, een NUS-procedure zonder complicaties. Zou dat niet gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld voor simulatietrainingen?
om beter de jonge specialist, de jonge assistent en opleiding hiervoor te trainen? Ben ik heel met u eens, zou zeker kunnen. Net zoals dat we het in Maastrichtse voor de mitraalklep een simulator hebben. Ja. Dank u wel voor uw antwoord. Ik geef terug aan de voorzitter. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter Janssen, thoraxchirurg aan het Universitair Ziekenhuis Leuven. Ook voor u hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid. Ik wil natuurlijk de promovendus bedanken voor de uitnodiging. En ik wil zowel jou als jouw promotor bedanken en ook feliciteren met het mooie werk dat je tot nu toe al gedaan hebt. Ik weet dat je naast een gedreven onderzoeker ook een gedreven klinicus bent. Dus het leek mij ook maar gepast om toch meer klinische vragen te stellen. Je had het al een beetje gehad over de NHS, dat zij inderdaad de terugbetaling hebben teruggeschroefd. Nu, in België merken wij ook soms dat wij de vraag krijgen vanuit verzekeringen van ja, is dit wel een onderzoek, een ingreep die nodig is? Denk jij dat wij meer onderzoek moeten doen naar de klachten van de patiënten? En welke onderzoeken denk je dan dat we zouden moeten doen? Ja, zeer geleerde opponent. Ook u dank voor uw vriendelijke woorden. En ik ben het wel eigenlijk helemaal met u eens. Het is een moeilijk ziektebeeld. En zoals u zelf al de NHS aanhaalt, hebben ze enkele jaren geleden de volledige funding teruggetrokken. En is eigenlijk op toch wel urgente bestempeling van de klinici en eigenlijk de hele medische wereld dat toch weer teruggezet. En hebben ze gezegd eigenlijk, we kunnen de patiënten met een trechterbos weer behandelen. Dan geven ze zelfs aan, we zullen maar met de criteria die we geven 5 tot 10 patiënten behandelen. Maar ik denk dat de criteria zo liberaal zijn dat we eigenlijk bijna elke patiënt met een trechterbos daar kunnen behandelen. Maar het moeilijke blijft, en dat is met name, dat zie je ook terug in de trechterbos, überhaupt, wat is de definitie, wat is een trechterbos nou? Daar hebben we eigenlijk geen definitie van. Hoe diep moet het zijn? Is dat elke indeuking van de borstwand, waarbij het borstbeen naar achteren staat? We weten het eigenlijk niet zo goed. En dat maakt het ook zo moeilijk om onderzoek te doen en juist te laten zien wat de uiteindelijke klachten zijn, maar ook hoe die klachten verbeteren. Ik noem maar eens iets zoals hartverdrukking en daar de cardiale gevolgen of de cardiopulmonale gevolgen zelfs. Hoe gaan we dat meten? Iedereen in de verschillende studies doet maar wat. Selecteren we überhaupt de juiste patiënten die daar baat bij gaan hebben? Dus ik denk, mijn inziens, moeten we beginnen met, en dat is denk ik ook al een hele moeilijke fundamentele vraag, het bekijken van de patiënten juist met de ergste trechterborsten. Om gewoon maar eens een keer te bewijzen, bij die patiënten heeft het zeker nut. En dan kunnen we van top-down kunnen we gaan kijken of het ook bij de patiënten met een minder ernstige trechterborst de benodigde effecten heeft in dergelijke operatie. Maar hoe we die patiënten gaan selecteren, ja, dat is denk ik een hele moeilijke vraag die we met z'n allen moeten gaan beantwoorden. En denk je dan dat statische onderzoeken, zoals jouw 3D-scanner, het antwoord daarvoor gaan zijn? Of denk je dat we meer naar dynamische onderzoeken moeten gaan? Ik denk maar aan een fiets-MR, waarbij dat je een patiënt onder de MR steekt en je laat fietsen, zodat je kan kijken wat er gebeurt als je je output moet verhogen. Denk je dat het een combinatie gaat zijn? Nou, ik denk, hè, zoals u ook in Leuven inderdaad op dit moment aan het gebruiken bent, de MRI-scanner met een fietstest. Ik denk dat we juist alle onderzoeken zoveel mogelijk moeten bundelen en zoveel mogelijk data moeten vergaren om uiteindelijk te kijken wat we daaruit kunnen krijgen. En stel dat je het kunt bewijzen met het hoogst haalbare, ik noem maar iets als een MR met een fietstest, dan zou je daarna ook weer terug kunnen naar een 3D-scan om juist de patiënten te selecteren die waarschijnlijk een afwijkende MR zullen hebben. Ja, als je gaat kijken naar je hoofdstuk 5, je gaat dan de externe Haller-index vergelijken met de Haller-index op CT of RX. En ook daar zie je eigenlijk dat bijna 50% van de patiënten die je op zicht zou opereren niet voldoen aan de Haller-index. Kan je dat verklaren? Kan je een ander alternatief vinden? Of kan je verklaren waarom dat die andere 50% dan toch door de chirurg zouden geopereerd worden? Ja, dus wat je ziet met name, hè, is dat wij inderdaad 50% van de patiënten ongeveer met een Haller-index groter dan 3,25, die opereren wij. Maar dat komt ook, denk ik, hoe wij onze zorg in Nederland hebben ingericht. Hoe wij onze patiënten zien. Dus dat komt met name door een doorverwijzing via de huisarts. In andere landen zie je juist dat, als je de literatuur vergelijkt, die Haller-index veel hoger is. Omdat patiënten juist pas in het laatste stadium bij de specialist komen. Ja, waarom we juist die patiënten lager dan 3,25 soms ook nog opereren. Ja, het is een maat, zoals ik al eerder zei, die weinig steek houdt. Die hangt ook af als een patiënt, ik noem maar iets, in de CT-scan ligt en inademt. Is de Haller-index eigenlijk van nature en ook bewezen literatuur al lager dan dat je hem zou meten bij expiratie. Dus daar zit heel veel variatie in en we leunen eigenlijk nooit op de Haller-index alleen.
absoluut niet. Dat is echt een van de objectieve metingen die ons kan helpen in de grotere beslissing. Maar nooit alleen. Dus vandaar dat er waarschijnlijk dat verschil in zit. Dan heb ik nog één hele kleine vraag. Je schrijft dat je uit ongepubliceerde data haalt tot 1 op 5 de verhouding is tussen een ravic en een nus, waarbij je meer nussen doet. Denk je eigenlijk dat dat vandaag de dag nog altijd dezelfde verhouding is? Ik denk dat die verhouding nog veel groter is. Als we kijken naar wat collega Zuidema in zijn proefschrift over trechterborsten destijds heeft gepubliceerd, was die ratio 1 staat tot 2. Nu zit het op 1 tot 5. En ik denk als we naar onze praktijk in het Zuiderland kijken, dat dat zelfs al richting de 1 staat tot 10. En misschien zelfs nog groter. Maar Helemaal bij u akkoord. In Leuven denk ik ook. Akkoord. Jean Damen, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road, long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die.
Jean Danen, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Maassen, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Jean Hubertus Theresia Dame, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van onze universiteit bevestigd. Jeanky dame. Of eigenlijk zou ik nu moeten zeggen, wel edel zeer geleerde dame, chirurg in opleiding. Wat zijn we toch ongelooflijk trots op je. En wat ben ik er trots op om hier jou namens, mede namens Jos, Karel en Yvonne als eerste te mogen feliciteren met de succesvolle verdediging van je fraaie proefschrift en je enkele minuten geleden behaalde dokterstitel. Maar alvorens onze woorden tot jou als hoofdrolspeler te richten, willen we eerst je vader Benjo, je moeder Marjan, je broer Luc en je verdere familie feliciteren met deze fantastische mijlpaal. Jullie kleine Jean heeft het toch maar mooi klaargespeeld. En jullie zullen het vast ook aardig met hem te stellen hebben gehad de afgelopen jaren. Maar we zullen het vandaag, tenminste op deze locatie, niet te veel over hebben. Jean, vandaag is jouw dag. Een feestdag. Een van de vele succesverhalen uit de lange reeks de afgelopen jaren. We leerden jou een aantal jaar geleden kennen als co-assistent jury, in 2018 om precies te zijn. Je studeerde technische geneeskunde aan de Universiteit Twente en kwam er gaandeweg achter dat de kliniek en met name de patiëntenzorg jou de meeste voldoening gaven. En dit heeft je doen besluiten om naast je studie en buitenschoolse activiteiten in het Eindschedese nachtleven, en ook daar zullen we vandaag, althans op deze locatie, niet te veel woorden aan vuil maken, te starten met een duale opleiding tot arts klinisch onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. En volgens velen een mooi excuus om als echte Limburgse jongen toch wat dichter bij je ouders in Put neer te strijken. En zo gezegd, zo gedaan. Je startte met de ACO-opleiding en wist dit, mede door jouw doorzettingsvermogen en efficiënte manier van werken, met succes parallel te laten lopen aan je studie geneeskunde. En ook de stages voor beide opleidingen werden zoveel mogelijk gecombineerd. En uiteindelijk kwam je, voor je koosschap snijdend, terecht bij de heelkunde van het Zuiderland. Een vak en een vakgroep waarin jij je direct thuis voelde. Een tweede familie. Al bleek in de jaren nadien dat jij de hechte vorm van onderlinge samenwerking af en toe weer heel ver doorvoerde. Je co-schapsjury bracht je ook op OK3, de operatiekamer van de thoraxjury. Hier keek je vol enthousiasme mee met de diverse long- en thoraxwandoperaties. En al snel kwam ons gespreksonderwerp op onderzoek. Je had in Maastricht bij de cardiothoracale jury, onder begeleiding van dokter Sadarinia en professor Maassen, al je eerste stappen in de wetenschap gezet en zelfs al enkele publicaties op je naam staan. En graag wilde je ook bij ons aan de slag. We verzonden een onderwerp, de behandeling van spontane klaplongen. En, anders dan we van andere studenten gewend waren, lag er binnen no time een conceptartikel klaar dat je grotendeels zelfstandig geschreven had. Het werd al snel geaccepteerd voor publicatie en het smaakte naar meer. Maar je kwam er ook achter dat de jury in alle opzichten het beste bij jou paste en je besloot ook de gecombineerde afstudeerstage voor beide opleidingen bij de thoraxjury te volgen. En al snel hadden we samen een overvloed aan onderwerpen bedacht, waarbij 3D-beeldvorming bij trechterborstpatiënten
om meerdere redenen jouw voorkeur genoot. Je, schreef een onderzoeksvoorstel en haalde een subsidie van ruim een halve ton op, waarmee de benodigde 3D-scanner werd aangeschaft. Meerdere onderzoeksprojecten werden in rap tempo opgezet en parallel uitgevoerd. Binnen ons topsklinisch expertisecentrum binnen Zuiderland, maar ook in samenwerking met de Universiteit Twente en het 3D-lab van professor Maal in het Radboud Medisch Centrum. En in samenwerking met verschillende pectischirurgen uit binnen- en buitenland. Want samenwerken in een hecht team, hard werken, maar daarnaast ook veel lol maken, dat gaat jou goed af. Een echte teamplayer. Onder de mensen voel jij je als een vis in het water. Professor Slump, op deze feestelijke dag uiteraard ook aanwezig, was je afstudeerbegeleider vanuit de Universiteit Twente. En ook hij heeft jou, kleine Jean, in je eerste jaren van je TG-studie meegemaakt. Dat moet dat zijn geweest, professor Slump. Maar ook daar mogen we vandaag, tenminste op deze locatie, niet te veel woorden aan worden gewijd. Laten we het ophouden dat je waarschijnlijk niet de gedroomde modelstudent was. Professor Slump, u moet toch hoogst verbaasd zijn geweest dat onze kleine Jean 2.0 zijn afstudeerstage met een cijfer 10 afronde en hiermee de vierde student was in de geschiedenis van de studie technische geneeskunde die dit cijfer voor zijn afstuderen kreeg. En we maakten de balans op en al snel bleek dat je met alle werk dat je al had verricht en alle projecten die je had opgestart eigenlijk al een heel eind was om je onderzoeksresultaten te bundelen tot een proefschrift. Kleine Jean, de promovendus, was geboren. En Zuiderland was je bereid om na je afstuderen enkele maanden aan te stellen als artsonderzoeker. En in die tijd werkte je, zoals we ondertussen van je gewend waren, hard en effectief aan je proefschrift. En met succes. Binnen de kortste tijd werd ook dit klusje bijna geklaard en kon je de laatste loodjes van je promotietraject combineren met je eerste stappen in de kliniek als aniochirurgie. En dat maakte veel los. Bij jou en bij je omgeving. Hard werken, maar ook veel plezier maken met je collega's, vrienden en partners uit de assistentengroep. Jullie huiskamer was de Maastrichtse binnenstad en jullie trokken de horeca al snel uit de coronacrisis. Vele glazen werden gevuld, vele flessen werden geleegd. Vele harten werden veroverd en vele harten werden later ook weer gebroken. En ook daar zullen we vandaag, tenminste op deze locatie, maar niet verder over uitweiden. Laten we zo zeggen, je ontpopt je al snel tot een ware chirurg en wist binnen de kortste tijd een opleidingsplek chirurgie te bemachtigen. Kleine Jean, chirurg in opleiding. Trots, met bravoure, maar ook vaak heel bescheiden. En zoals al eerder aangehaald, een teamplayer, dat typeert jou. Zo ook tijdens de afrondende fase van je promotie. Een traject dat we eigenlijk samen doorlopen hebben over hetzelfde mooie onderwerp. En ons plan was dan ook om samen op dezelfde dag te promoveren. Een kerst op de taart, eerst ik en aansluitend jij, waarbij ik als co-promotor zou optreden. Met aansluitend een spetterend feest. De bureaucratie van de Universiteit Maastricht gooide helaas roet in het eten. Het was reglementair niet toegestaan en er waren geen mogelijkheden om in de plaats van de letter de geest van de wet te volgen. En na de eerste teleurstellingen stonden je schouders al snel weer zo goed als recht en liet je niet uit het veld slaan. Het is zoals het is, jouw tijd zou nog wel komen en dat typeert jou, jouw sterke karakter. En vandaag is dat moment, een dag waarop je een fantastische prestatie hebt geleverd en trots mag zijn op alles wat je de afgelopen jaren al bereikt hebt. Een dag waarbij je even stil moet staan. Een dag waarop je volop moet genieten. Samen met je familie, je vrienden, je collega's. Vanavond volgt een schitterende avond met diner en spetterend feest. Vandaag staat in het teken van jou. Wij, Jos, Karel, Yvonne en ik, zijn samen met allen hier vandaag aanwezig, apen trots op jou. Blijf jezelf verwonderen. Blijf jezelf uitdagen. Blijf genieten van het prachtige vak en van het onderzoek. Maar blijf ook genieten van de wereld buiten het ziekenhuis, je familie en je vrienden, van de dingen waar het echt om draait. En vooral zo, blijf vooral jezelf. Dankjewel. Dokter Damen, het is mij ook een genoegen om u namens het College van Decanen en de Universiteit van harte geluk te wensen met deze nieuwe waardigheid. U hebt, denk ik, tijdens het proefschrift en tijdens de verdediging bewezen hoe de samenkomen van verschillende competenties echt kan leiden tot toegevoegde waarde. En dat blijkt eigenlijk ook uit uw ganse opleiding die u gevolgd hebt, zowel in Twente als in Maastricht en uiteraard ook in het Zuiderland, in Eerle. Dat is, denk ik, bewonderenswaardig. Als ik naar uw dankwoord kijk, dan staat daar dat het adagio van uw ouders was om meer dan 10 stappen vooruit te lopen.
Ik denk dat 10 stappen veel te kort is om dat te verantwoorden wat u eigenlijk bereikt hebt al aan publicaties en eigenlijk ook met dit proefschrift. Ik denk en ik hoop dat, en dat is denk ik ook net ook uitgesproken, dat er heel veel verwachtingen zijn gewekt in u en dat er nog heel veel wordt verwacht wat betreft uw academische carrière. Maar ik denk dat u ook, en dat is net ook door uw co-promotor belicht, dat u ook moet stilstaan, even niet 10 stappen vooruit moet lopen, maar toch gaan genieten van deze mijlpaal in uw academische loopbaan, wat u vandaag hebt bereikt. Ik ga hiermee deze academische zitting sluiten. Wij gaan zo dadelijk de jonge dokter geluk wensen, maar vooraf zullen wij samen met de promotiecommissie en de jonge dokter een foto maken op de trap in de centrale hal. En hiermee sluit ik deze vergadering.